Opperaar, schaver, machinebankwerker, modelmaker, scheepbeschieter, houten scheepmaker, onderhoudselektricien. Voor een te gieten onderdeel moet allereerst het houten gietmodel worden gemaakt. Dit is het werk van de modelmaker. Het gietmodel is noodzakelijk voor het vormen in de gieterij. De modelmaker moet dus bekend zijn met de eisen die aan het model gesteld worden. Tevens moet hij aan de hand van de werktekeningen zich het te maken werkstuk volledig kunnen voorstellen. De leerlingen in opleiding in onze modelmakerij ontvangen dan ook onderwijs in het tekeninglezen. In een speciale bedrijfsschool waar een ervaren en vakkundige leermeester aanwezig is, ontvangen de leerlingen in opleiding voor de vakken scheepsbeschieten en houten scheepmaker hun opleiding. De naam scheepsbeschieten is afkomstig van het beschieten van de scheepshuid met houten wanden in de hutten enzovoort. Behalve dit zogenaamde beschieten wordt door de scheepsbeschieter tegenwoordig veel meer werkzaamheden uitgevoerd. Met de verbetering van de huisvesting van alle bemanningsleden aan boord van schepen behoort het tot de taak van de scheepsbeschieter voor de huiselijkheid in de hutten te zorgen. Hij maakt dan ook het meubilair, bestemd voor de hutten en salons. Kortom, hij zorgt voor het comfort van de zeevarenden en maakt het verblijf gezellig. De machinebankwerker krijgt te maken met vele werktuigen of onderdelen van werktuigen.